Beste mensen, mijn naam is Sander Compagne en ik presenteer de 23e andere krant van 2023. We openen de krant met de kop: WHO wordt de baas. Samen met de Europese Commissie wordt er een gezondheidscertificaat ontwikkeld. Samen met Google is er een initiatief gestart om desinformatie tegen te gaan over gezondheid. En er wordt een hele nieuwe gezondheidsbureaucratie opgericht. Pagina 1 en pagina 15 gaat het uitgebreid over de steeds vergaande rol die het WHO neemt. En kosten van onze soevereiniteit. Pagina 2: oh, de schijnwerpers. We hebben drie personen die we in de schijnwerpers plaatsen. We hebben het over de Oekraïense dam die opgeblazen is. Mark Rutte gaf meteen Rusland de schuld. Terwijl bijvoorbeeld het Witte Huis, maar ook de VN-baas nog veel terughoudender zijn. Wat is daar nu echt gebeurd? Riepke Zijlmaker is in de eco-angst gedoken. De Stichting 113 zelfmoordpreventie die waarschuwt voor jongeren die angst krijgen door klimaatlockdowns, dus niet eens door klimaat, maar door klimaatlockdowns. En de Koninklijke Academie, de KNAW, wil meer geld voor de bestrijding van eco-angst. Droogte in Spanje, het gaat er veel over, de zin en de onzin. Nico Noorten, die er gewoond heeft, zocht het voor ons uit. Nog hebben we het opnieuw over de DenkTank desinformatie. Ronald Pierik die heeft zijn Twitter geblokkeerd, want hij verwacht een wappiestorm. Nou, ik weet niet wat hij bedoelt. Maar wij hebben het over deze figuur die zonder enige medische kennis vaccinatiedwang wil invoeren. Al vanaf 2012 en gedurende de COVID-crisis nog veel meer. We hebben in memoriam dokter Arne Burkhardt is overleden. Deze man deed heel belangwekkend onderzoek naar mRNA en spike-eiwit in organen. Het onderzoek wordt doorgezet, maar het is een groot verlies voor de medische wereld en voor de waarheidsvinding rondom de COVID-schade. Een artikel over Pioniers van Morgen, een heel mooi evenement dat binnenkort gaat plaatsvinden... Andere krantenlezers kunnen korting krijgen op kaarten. We spraken met een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag in het Europese parlement. Het, het blijkt veel voor te komen en er wordt weinig aan gedaan. We openen het tweede katern met een terugblik op de toespraak die John F. Kennedy precies 60 jaar geleden hield over de vrede. Op het in het jaar dat zijn achterneef mee gaat doen met de verkiezingen. In Amerika en ook weer oproep tot vrede. En in een tijd waarin de wereld in oorlog is, vonden we het passend om hierop terug te blikken. Een lang interview met Kees Vladingenbroek, de vader van. Kees heeft heel veel in de cultuur gedaan en heeft een hele goede mening over hoe de cultuur verworden is tot propagandamiddel. Twee pagina's over censuur in het Tweede Katern: journalisten lanceren internationale anticensuuralliantie. En over het boek van de Belgische beroepsmilitair Steven Arasolo. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Een recensie, de tv-serie 1985 over de bende van Nijvel. En natuurlijk heel veel columns en vaste rubrieken zoals u van ons gewend bent. Vanaf dinsdag in de Betere Boekwinkels. Lees en steun de andere krant, want er is meer aan de hand.